Mevrouw Westerveld, de heer Slob heeft besloten dat er toch wel het een en ander gaat veranderen op de publieke zenders. Minder reclame, niet voor 8 uur. 3 verandert in veel regionaal nieuws. Humanistische Omroep en Wakker Nederland, WNL in ieder geval, mogen blijven zonder grote ledenaantallen. Gaat wel wat veranderen. Ja, dat vertel jij en dat hoor ik, dat lees ik in verschillende kranten. Tegelijkertijd zitten wij nog steeds te wachten op die mediabrief van de minister, waarin we het hopelijk ook officieel krijgen te horen wat nu de plannen zijn. Nou ja, goed, tot die tijd zult u het hiermee moeten doen. We zijn beter geïnformeerd dan u kennelijk. Maar wat vindt u daarvan? Ja, het is echt wel even de vraag hoe dit gaat uitwerken. Want als ik hoor dat er minder reclame komt, dan zijn we er helemaal niet tegen. We hebben zelf eerder het voorstel gedaan om in ieder geval bij kinderprogramma's ook die reclame vrij te maken. Maar ik ben wel benieuwd of dat nu betekent dat er een nieuwe bezuiniging aankomt, ja of nee. Dus dat zou ik moeten weten. En ook het verdwijnen van of het herindelen van NPO3... Ik wacht echt af wat daar de minister over zegt. Want laten we eerlijk zijn, NPO3 maakt ook hele mooie, nieuwe, verfrissende programma's die juist weer jongeren aantrekken. Nou ja, en los daarvan, het reclamegeld op internet, dat moet sowieso helemaal weg. En dus dat maakt een gelijk speelveld voor commerciële bedrijven. Ja, dat is ook interessant om te horen. Ik moet inderdaad nog lezen wat de minister nou precies van plan is. Nou, geen reclameopbrengsten van internet. Ja, ik geloof jou dat je dit zegt, maar ik heb het zelf nog niet in een brief gezien. En dat is ook wel het vervelende eigenlijk van dit debat. Dat we al ontzettend lang wachten op wat staat er nou in de mediabrief van de minister. Wij weten het nog niet wat erin staat. En tegelijkertijd horen we de hele tijd, lezen we de hele tijd allerlei berichten in de kranten. En weten journalisten gewoon meer dan dat wij weten. Dus ik moet echt even nog zien wat die echte uitwerking is. Maar goed, op zich, dit is wel, dit is duidelijk. Dat er dus niet meer reclamegeld mag verdiend worden op het internet, waar de vrije markt zit. En dat is natuurlijk ook logisch. Ja, ik wil eerst even weten wat daar nou precies de uitwerking van gaat zijn. En wat ook de precies de achterliggende reden is. Want een gelijk speelveld kan ik nog wel begrijpen. En tegelijkertijd, als er geen reclamegelden verdiend mogen worden, waar dat dan ook is, dat betekent dus wel dat de NPO ook minder inkomsten heeft. En ik ben heel benieuwd of dat direct op de NPO wordt afgewenteld. Of ja, in eigen vlees snijden. Ja, en dat is de vraag of we dat wel goed moeten vinden. Want we weten allemaal dat er de afgelopen jaren al flink is bezuinigd. We horen ook de verhalen van journalisten en programmamakers die aangeven dat ze moeilijk het hoofd boven water kunnen krijgen. We weten dat er een toename is aan flexcontracten. Dat komt allemaal niet de kwaliteit ten goede. En dus ik ben helemaal niet zo voor dat we weer een nieuwe kaasschaaf over de NPO heen halen. En ik moet u bent ook, ja, akkoord, maar u bent ook niet blij met meneer Slob dat hij de pers beter informeert dan u? Nou, ik ben niet blij omdat dat we nog steeds de mediabrief niet krijgen. En dat er wel allerlei geruchten zijn over de plannen. Dus ik ben heel benieuwd of we ook alsjeblieft snel die mediabrief kunnen krijgen. Zodat we ook zelf kunnen beoordelen wat erin staat, wat de plannen zijn. En ons ook wat beter kunnen voorbereiden op vragen die we hierover krijgen.